Als je wist hoe vaak ik niet gehoord heb, dat is mijn lijflied. Dat, ja, dat is ongelooflijk hoeveel mensen zich inderdaad laten aanspreken door deze tekst. En ik denk dat Shafi met dit lied vertegenwoordigt wat iedereen wel zou willen om, compleet vrij te zijn. Maar we hebben onze verplichtingen aan werk, aan huis, aan hypotheek, aan monogamie. En Shafi die denkt, laat me maar, ik ben compleet vrij. En dat is natuurlijk heel mooi, maar daar moet je heel veel lef voor hebben. En heel vrij voor zijn. En heel mateloos ook. En zo mateloos is ook weer niet helemaal gezond. Zei de arts. Nee, kijk, hij is oud geworden. Het was een sterke man. Maar met nicotine en alcohol maak je ook heel veel stuk. En ook met dat losgeslagen gedrag. Hij heeft ontzettend veel wrijvingen en aanvaringen gehad. Dus dat is heel bijzonder in zijn leven. Terwijl er ook behoefte was aan gezamenlijkheid. Hoe vaak hij niet samen zingt, hè. Maar het mocht niet te dichtbij komen. Dan kreeg je een map. Dat vind ik wel interessant. Hoe goed heb je hem leren kennen in die tijd? Want heb je geprobeerd dichter bij hem te komen? Zeker. Nou ja, letterlijk. Ik zat in een eend. En hij was hartstikke groot. Dus als ik naar z'n één ging goed, naar z'n twee met die paraplu schakeling goed, maar z'n drie moest ik eerst die knie opzij duwen en dan trok ik hem in z'n drie. Dus dat was heel dichtbij. Maar wat me veel heeft bezighouden is inderdaad, hoe vrij wilde hij nou eigenlijk zijn? En in hoeverre had hij toch liever wel een binding aangegaan? En die balans tussen eenzaamheid en vrijheid, dat vond ik heel spannend in zijn leven. Wat ik ook in mijn professioneel werk zie, als je met verslaafden werkt. De behoefte aan binding en de angst voor binding. Die komt heel sterk naar voren. Dat zie je bij Shafi ook. Het is stil in Amsterdam. Ik wou maar dat ik iemand tegenkwam. Even later. Ik hoop dat ik niemand tegenkom. Omdat die eenzaamheid ook zo fijn is. En dat is, die vraag is niet compleet beantwoord. En ik denk ook dat het er allebei is.